Het is leeg in het uitloopgebied voor de kippen van pluimveehouder Ad van der Welen uit Lelystad. Door de dreiging van vogelgriep is al het pluimvee verplicht opgehokt. De 45.000 vrije uitloopkippen van de boer zitten nu al sinds oktober binnen. Kippen mogen absoluut niet naar buiten. Er is nog te veel dreiging in Europa. Je ziet het in alle landen in Europa wel. Polen, Duitsland, België, overal zit het. Dus dat gaat zeker nog niet gebeuren. Want het zijn eigenlijk de watervogels die het, of de trekvogels die het bij zich hebben. En die zijn nog volop actief. En die komen straks ook weer terug. Hè. Ze trekken nu naar het zuiden toe en straks gaan ze weer terug. Dus dat blijft een beetje, die vogeltrek is echt wel april pas klaar. En tot die tijd blijven dus de schuren dicht als het er zo uitziet? Ja, daar ben ik wel bang voor. Dat betekent dat de kippen op 12 februari langer dan 16 weken in de schuur zitten. Dan mogen de eieren formeel niet verkocht worden als vrije uitloopeieren, maar worden afgewaardeerd tot scharreleieren. De prijzen van scharreleieren liggen echt een heel stuk lager. En daardoor kost dat toch best wel veel geld. En waar moet ik dan ongeveer aan denken? Ja, dat zijn echt wel duizenden euro's per week voor ons bedrijf. Toch gaat dit nu niet gebeuren. De supermarkten hebben besloten om de prijs voor vrije uitloopeieren te betalen en niet de lagere prijs voor scharreleieren. Ook Ad van der Welen is blij met dit besluit van de supermarkten. Ook al houdt hij tegenwoordig rekening met schade door de ophokplicht. En is dit dan ook niet eigenlijk gewoon een soort bedrijfsrisico dan voor u? Ja, inmiddels wel. Ja, dit kun je echt wel incalculeren dat het gewoon één keer in de zoveel jaar voorkomt. En dat je daar gewoon een opbrengstderving van hebt. En dat neemt u dan op die manier ook maar mee? U houdt er al een beetje rekening mee? Je houdt er al een beetje rekening mee. Je kunt er eigenlijk niet, je kunt daar niet veel aan doen. Ja, dat enige is, dan moet je stoppen met vrije uitlopen en zeggen, we gaan alles scharrel doen. Maar dat is niet aan de orde.